Die is heel goed, ja. Jij? Heel goed hoor, denk ik dat we het zien, hè? Ja. Oké, jongens. Pas die bal naar je medespeler en nawijzen. Denk op nawijzen, meer vanuit je center. Gewoon recht die handen daar naartoe, hartstikke goed. Ja. Nee, niet een beetje rug recht houden. Prima. Oké, ja, nawijzen. Anastien, doe nou even je best, kom op. Ja, dat is beter, ja. Wat vreemd, dit gat heb ik nog nooit eerder gezien. Ja, inderdaad. Verdomme dat het mij weer moet overkomen. Ik was gewoon aan het rennen achter de boom. Ik lag erin voordat ik er erger had. Ik snap hier helemaal niks van. Ik heb vanochtend nog het veld op speelbaarheid gecontroleerd. Hé, hey, wacht. Ik voel iets. Er is iets onder mijn bil. Wow, wat is dit voor een vreemd voorwerp? Wacht eens even. Ik kan mij dit voorwerp ergens van herinneren. Ik was eens in de bibliotheek voor mijn studie over antieke meubelen. Ik dwaalde wat tussen de schappen, maar plotseling werd mijn aandacht getrokken door een heel merkwaardig boek. Het was alsof mijn hand er eigenlijk automatisch naartoe ging. Het was een boek en het stond vol met legendes. Maar daar kwam ook zo'n magisch voorwerp in voor. Maar hoe weet je dan dat deze steen dat magische voorwerp is? Ik stond op het punt om te ontdekken waar die steen voor was of wie hem het laatst bezat. Maar ja, toen kwam de juffrouw binnen en die zei dat de bibliotheek ging sluiten. Meneer, wilt u weggaan? We gaan over een paar minuutjes sluiten. Ja. Ik was zo door dat boek opgeslokt dat ik totaal de tijd vergeten was. En ik kon het ook niet meenemen omdat ik al aan mijn limiet van geleende boeken zat. Dus ik ben de volgende dag teruggegaan om het te lenen. Alleen, het was verdwenen. Wat hebben we daar nou aan? Weet je toch nooit of dat de steen is die je bedoelde? Ik herinner me plotseling ook iets. Ik fietste laatst door het veld. Toen zag ik heel erg in de verte twee vreemde figuren zich in de schemering voortbewegen. Misschien dat zij iets van doen hebben met het mysterie. Jongens, kijk daar! Dames, jullie blijven hier voor jullie eigen veiligheid. Kom op, mannen, met z'n allen! Zo. Wie zijn jullie? Ik zal mij voorstellen. Mijn naam is Arganon, erfgenaam van Isildir. Hier rechts van mij staat Brutagos. En links van mij Elran. Kunnen jullie uitleggen hoe dat gat in de grond gekomen is? Wij hebben gisteren geluiden gehoord van een hevige strijd. Bij deze strijd zijn veel magische krachten vrijgekomen. Misschien heeft u daarvan de neveneffecten gezien. Nou, ja, als jullie voortaan jullie hevige gevechten ergens anders willen uitvechten, dan zou dat fijn zijn. Want ik wil niet dat mijn mannen en vrouwen door jullie neveneffecten in gevaar komen. Dat is geen probleem. Wij kunnen onze kwesten elders voortzetten. Dat is super dat je dat wil doen. Tof dat jullie zo reageren.
Alderin at Mattekrat. Jullie vergeten iets. Hey, kom op, het is niet tof dat jullie je techniek op ons bot vieren. Kom op. Nee, sorry, dat was niet de bedoeling. Oké, mannen, nou is het tijd voor een echt spel.